stand hebben. Ja. In stand zijn. Ja, Pascalke, doe dat hier nog eens vol. Die pint is verdampt, denk ik. Xavier, zelfs in de volle zon krijgt een pint bij u die kans. Nee, Pascal. Voor Xavier een klein fluitje en voor mij een halve porto. En dan zijn we weg. Amai, betaalt het leger zo slecht tegenwoordig? Leger niet, nee, maar bomen. Ah ja, Carmen is deze week nog niet mogen gaan kuisen. En wel, ja, nu dat je het zegt, ik heb Balthazar van heel de week nog niet gezien. Ja. Ik heb een week verplicht verlof. Ah, tof. Een week vakantie. Ja, 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 maar zonder pre. Nu sta ik op dieet. Hè? Iedere dag maximum 10 pintjes. Oh. Nou, zie maar dat je niet uitrookt, hè. Ik krijg al ontwerksverschijnselen. Ja. Zeg, Doortje, heeft toch weer geen andere kuisvrouw in zijn huis gepakt, hè? Ik weet het niet, Carmen. Ik ben deze week ook nog niet moeten gaan. Oh? Dan staat jij ook op dieet. Oh, nee, bij mij is dat niet nodig. Als bediende heb ik betaald verlof. Oh ja? Oh, dat wil ik ook. Ik ga naar de vakbond. Sjoeke, dat gaat niet. Als je het zwart werkt. Oh, ja, maar, het is toch wel raar, want ik bedoel, zondag was hij ook niet op de match, hè? Nee. Ja, misschien is hij op reis. Balthazar op reis, alleen. Die durft toch niet naar Plopsaland, alleen. Nee. Hij is thuis. Ah. Hoe weet jij dat? Oh, ja, ik ben een paar keer toevallig langs geweest. En hij heeft niet open gedaan. En ik heb nogthans dikwijls gebeld en geklopt. En wel, dat kan het toch zijn dat hij niet thuis was? Ja. Meestal is dat zo als de mensen niet open doen. Ja, en komen er dan ook zo van die raar geluiden uit dat huis? Oh, dan heeft hij een zwaar bonchiet. Misschien is hij wel gewond. Ja, ja. Ja, of gevallen. Ja, ja. Of, ja, of overvallen. Ja. Overvallen. Ja. 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 Zijn er opgevallen, ja? Voor zo'n telefoon. Hé, mijn ami, zit je goed? Ja. Ik ga trouwen. Oh. En wie is de ongelukkige? Ze komt direct binnen. Ze zit nog in mijn voiture een beetje te spinken. Oei, oei, oei. Er is nog werk aan, zo te horen. Er is niks meer te doen, zo te zien. Oh, allee, voorzitter. Oh, haar dochter is er ook bij. Is dat niet? Dit is Kimberly, mijn toekomstige Ega. Dag iedereen. Allee, Pascal. Dus dit zijn hier de beroemde kampioenen. Ja, dat is Maxke. Ja. Dat is de chocoman. De chocoman zegt ze. En dan moet jij de intellectueel zijn? Ja, ik geef les. En dan zet jij de militair. Ja, ja, ja. Wat een spieren. Ja. Rambo. Ja. Ah, aangenaam, ik ben Kimberly. Kimmy, pour les hommes. Dag, Kimmy. Pascal, doe een beetje daar. Ja. Niet voor ons, want wij gaan naar huis. Kom, Paul. Ja, wij ook. Kom, Xavier. Ja, oh, ja, maar. Kom aan. Ja. Ja. Allee. We moeten wel, ja. Dag, ja. Kimmy. Het stinkt hier naar de pretentie. Oh, ik mag nog even blijven. Billy, kom en eten. Je bent precies niet goed gezind, hè? Je zou voor minder. Jij moet spreken. Waarom stoort jij mij zomaar uit café? Dat is nu juist interessant. Oh ja, dat heb ik gezien. Je had dat blond geval bijna zwanger gemaakt met je ogen. Dat is een moeilijk in mijn zak steken, hè? Ja, Doortje, kom. Ik was gewoon vriendelijk tegen dat meisje. Ah, oh, dat noemde jij vriendelijk? Oh, had ze praktisch uitgekleed. Dat is ook niet echt nodig, hè? Nee. Oh, hoe durft iemand zo bloot rondlopen? Het was wel duidelijk dat ze dat niet zomaar deed. Oh, nee? Maar, heb jij dat dan niet gezien, Paul? Ze doet dat gewoon omdat ze achter Boma zijn geld aan zit. Daarom kleedt hij zich zo bloot. Oh, zeg, en zo bloot was dat toch ook niet, hè? Maar, allee! Je zou mij zo eens moeten zien, hè? Naald hakken en dan zo een rokje tot onder mijn poep en dan een decolleté tot onder mijn navel. Ah, oh,
Ja, dat zou niet mis zijn. Wat? Het zou wel nogal fris zijn. Zo ordinair. Maar hoe kan iemand zich nu zo goedkoop kleden? Ja, hoe kan dat, hè? En zo opzichtig gesminkt. Ja. Maar ja, Boma heeft nooit goede smaak gehad, hè? Nee. Allee, zoek het dan nu toch eens op. Ik heb het speciaal voor u uit een diepvries gehaald. Ja, 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 maar ik zal dat straks wel opeten. Ja, maar dan is dat koud, hè? En ik heb geen goestie om dat twee keer te koken, hè? Hey, Xavier, er is een brief voor u gekomen van de kazerne. Wat, hè? Je hebt toch niks uitgestoken, hè? Of heb je eindelijk een promotie gekregen? Sjoeke, ik blijf sergeant tot ik op pensioen ga. Ja. Nee, die brief dat is mijn oproep voor het tweetaligheidsexamen. Wow, weten ze in dat leger nu nog niet dat jij geen Frans spreekt? Het is wel de bedoeling dat ik het leer, hè, Sjoeke? Maar daar moet ik eerst een ingangsexamen voor doen en daar heb ik niet veel goesting voor. Daar raakte jij toch niet door. Tu parlais français avec beaucoup de chevaux dedans, hè? Je verstaat er niks van. Zeg, en 75 euro meer per maand? Hmm? 75 euro? Ah, wel ja, dat is toch ook de moeite niet, hè? Xavier, daar moet ik wel een week voor gaan kuisen bij Boma, hè? Je kunt zien dat je dat diploma haalt. Maar Sjoeke, ik spreek geen Frans. Ja, dan zal ik u wel rap Frans leren. Ja. Geen concours is geen plat du jour. Voilà. Zeg, wat hebben die daar bovenuit gestoken? Er is precies een bom gevallen. Ja, een seksbom. Zeg, meneer Boma heeft het weer goed te pakken. Oh, nee, Carmen. Deze keer heeft iemand anders meneer Boma goed te pakken. Oh, jij hebt dat toch ook al gezien? Oh, zeg. Je weet toch wat dat troela van plan is, hè? Nou, die is gewoon op zijn geld uit. Dat is toch wel duidelijk, hè? Volgens mij is het veel erger, Doortje. Die Kimberly, hè, dat is zo een... zoals de zwarte weduwe. Oh, allee, Carmen. Sebiet gaat je zeggen dat ze meneer Boma gaat leegzuigen. Huh? Ja. Maar... Nee. De zwarte weduwe uit mijn romannetjes, hè, dat was een jong knap ding die met rijke oude venten trouwde. En op hun huwelijksnacht, hè, zo wild vrijde, hè, dat die stuk voor stuk allemaal een hartaanval kregen. Oh. Ja, en zo erfde zij iedere keer dat fortuin. Maar dat kan toch niet waar zijn? Ja, ze is 30 jaar jonger. Ik moet daar toch een tekeningsje bij maken. Dan moeten we Boma waarschuwen. Ja, eerst. Wie? Wat? Waarschuwen? Meneer Boma, jij weet toch goed waarmee dat je bezig bent? Hey, ik ben nog nooit zo goed bezig geweest met gedachten. Hey, ik ben weer jong. Kind, ja. Carmen, ben je een beetje jaloers? Oh, nee. Ik jaloers ja. Op dat slot, jongen. Hey, je spreekt wel over mijn fiancé, hè? Meneer Boma, ik zeg dat voor u goed. Uw fiancé, hè, dat is een profiteus die alleen maar uit is op uw geld. En allemaal dat jij zegt, dat zet je zelf. Ha. Je kunt gewoon niet hebben dat ik gelukkig ben. Meneer Boma, wij willen gewoon uw ogen openen. Ja. Begint jij nu ook al, Doortje? Zijt je niet beschaamd? Laat ze maar zeggen, Bali. Het is gewoon jaloezie omdat zij niet zo'n knappe gast kunnen krijgen. Je moet hen dat vergeven. Ik heb daar compassie mee. Ik ook. En je dat maar kieken het vraagt, hoor. Ja, ik vergeef het u. Komt je mee bij dat kussen? Direct, Bali. Ja. Allee, ik moet eerst nog personeel brieven. Het zal niet pakken, dames. Wie mij te slim af wil zijn, zal een beetje vroeger moeten opstaan. Ik zal mijn wekker zetten. Wat wilt je daarmee zeggen? Jij bent echt blond, zeker? Ja, en? Ja, Doortje. Waarom wilde jij feitelijk uw wekker zetten? Oh. Je bois, tu bois, il bois, nous boivons, nous buvons, vous buvez, il boive. J'ai soif. La 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 la, poupée de cire, poupée de son.
Je suis een poupée de cire. Wij zijn nog gesloten. Dat kan geen kwaad, Pascal. Trakt u voor mij maar niks aan. Dat was ik niet van plan. Ik kijk gewoon eventjes rond. Hela, dat is hier geen museum, hè. Je zult moeten terugkomen als het café open is. Ja, maar ik drink niks. Ik kijk gewoon maar. Dan zult je toch nog moeten terugkomen, Kimberly. En mag ik je nu vragen om weg te gaan? Ik zou graag verder kijken. Als ik klaar ben. Vergeet niet dat ik binnenkort eigenares word, hè. Ik kom mijn toekomstige eigendom opmeten. Opmeten? Maar er valt hier niks op te meten. Daar zal ik wel over beslissen. Zeg, wat zit jij van plan, snotneus? Als ik met Bally getrouwd ben, dan ga ik hier een taverne van maken. Ah, een taverne, ja. En wie heeft er gezegd dat ik een taverne wil openhouden? Ik ben heel content met mijn café. Ja? Maar ik niet. Nee. Dit wordt hier een stijlvol, exclusief etablissement. Maar ik vrees dat jij daar niet genoeg klasse voor hebt. Wat? Wordt dat niet stilaan tijd dat jij op pensioen gaat? Ja, niemand heeft toch graag een oude vrouw achter hun toog? En als je wilt, zal ik bij Bally een goed woordje doen. Dan mocht je blijven kuisen, want jij kunt dat precies goed. Kimberlietje. Of, madame Pipi, dat zie ik je ook nog doen. Ja? Ik zal u zeggen wie dat er hier madame Pipi is. Ik maar niet dat er goedkoop van zult afkomen, ze maar dan Pascal. Mijn dagen zijn geteld hier. Dag, juffrouwke. Problemen? Waar moet jij u mee? Kan ik je misschien helpen? Ja, door het af te trappen. Ik heb je hulp niet nodig. Ja, zo ziet je er anders niet uit. Ook het slachtoffer geworden, zeker van die voetbalhooligans. Ook? Je kent ze precies goed? Och, juffrouwke, je moest eens weten. Ik ben de buurman, hè? Fernand Kostermans. Ik word hier al jaren getiraniseerd door die bende. Voor mijn part mogen ze dat café direct sluiten. En wel, meneer Kostermans, dan heb ik goed nieuws voor u. Zijn de kampioenen failliet? Nee. Maar ze gaan moeten verhuizen, denk ik. Ah. Ik ben van plan om van dit café hier een exclusieve taverne te maken. Hoezo? Ik word binnenkort mevrouw Boma. Ah, doe maar. Ik word de nieuwe eigenares. Ah, een taverne, dat is zoiets waar in het weekend veel volk zit. Dat is de bedoeling, ja. En allemaal mensen die zondags niet naar de voetbal gaan. Waar wilt je naartoe, meneer Borstelmans? Kostermans. Nergens, juffrouw, nergens. Ik wil hier bij u blijven. Om u een beetje goede raad te geven. Wees gerust. Ik weet wat ik wil. Ja, maar ik ook. Weet je al wat je met dat voetbalveld gaat doen? Want dat is toch veel te groot om daar een parking van te maken, hè? Ja, daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. En weet ik wel, ze. Wat denk je van een speeltuin? Is dat je goed gedacht, hè? Nee, dan komen daar allemaal kroostrijke gezinnen op af. En voor je het weet, zijn ze gaan schatrijken. Ja, dat is een goed gedacht, mijn gedacht. Weet je wat, ik zal me goed artis tonen. Als goede geburen, hè, zal ik de helft van dat voetbalveld van u overkopen. En dan zijn ze zeker dat er geen concurrentie komt naast de deur. Hè. Zou je dat willen doen? Tuurlijk. Maar als vriendendienst natuurlijk. Hè. Want met zo'n half voetbalveld kan ik niet veel aanvangen. Hè. Het probleem is natuurlijk dat Balthazar daar moet mee akkoord gaan. Hè. Laat dat maar aan mij over. Ja? Bally doet alles wat ik vraag. Oh. Je kent hem, hè? Als ik hem een beetje in mijn décolleté laat kijken, dan springt hij voor mij. Ja, werkt dat omgekeerd ook, hè? Coupé, lagnon, un petit morceau. Eerlijk weer, une minute. Dans votre four à micro-ondes. Oh, Sjoenke, je gaat te rap, ik kan niet volgen. Ja, daar kan ik niks aan doen, Xavier. Dat is een recept voor in de micro-golfoven. Dat gaat altijd rap. Ik heb dorst. Eerst uw dictée. Allee, rap dan. Oh, jij weet ook niet wat dat je wilt, hè. Allee. Ajouté. La viande hachée.
Les ofs. Ja, maar Sjoeke, jij spreekt dat verkeerd uit. Ah, zult het weer beter weten, ja? Wie kookt er hier in huis? Kapitein Iglo. Jij natuurlijk, hè, Sjoeke? Dan zal ik het toch wel weten, zeker. Ja. Allee, vooruit. En je gaat niet naar bed voor je dictee af is, hè? Ja, is het nog veel? Ja, we moeten de tomatensaus nog maken. Poula sauce tomat. Kom hier, wij zoeken met geen schijf met petit voerkast. Nee, Bali, nee, sorry. Met patinke crème au beurre. Je weet wat ik gezegd heb. Geen dessert voordat jij bewijst dat jij mij graag ziet. Geen probleem. Je weet wat ik gezegd heb. Als ik mijn speeltuin krijg, moet je zelfs ook spelen. Met Philip Burke. Je weet dat ik de kampioenen dat niet kan aandoen. Ah, ga dan maar met u kampioentje spelen. Mijn kotelekje, kom hier. Wat gaat je dan doen? De sofa opdekken. Kom bij uw kota los hier, zeg ik. Ik wil niet dat je op de sofa slaapt. Oh, maar dat ben ik ook niet van plan. Kota los. Jij gaat daar slapen. Allee, je krijgt uw gedacht. Dan kom dan nu gauw bij mij, zeg. Kom. Kom hier, mijn worstenbroodje. Je krijgt je speeltuintje nog. En je tuin. Waar ga je naartoe? Ik zit al op de schuif af. Nee. Nee, echt waar, Pascalke. Carmen mag hier komen kuisen van Kimi. Ja. Dan kun je nog wat meer komen zitten. Ja. Als je nog binnen zult mogen. Ik ben in ieder geval al buiten gegooid. Allee, ik dan waarschijnlijk ook. Ja, maar... Allee, dat meent Kimi niet, hè. Dat is... Nee, maar dat is in een opwelling. Oh, Molleke. Zeg, dat soort vrouwen, hè, dat kent geen opwelling. Nee. Dat is allemaal berekend. Nee. Mij komt die Kimi heel sympathiek over. Oh, mij ook. Ze zegt dat ze elke dag naar mijn programma luistert. Ja. Die is u gewoon alle drie om haar veer aan het winden, ja? Ja, gelijk ze met Boma heeft gedaan. Nee. In ieder geval, door haar heeft Carmen toch weer werk, hè? Dat is toch fantastisch? Ja. En is Carmen daar ook zo blij mee? Ja, je kent Carmen. Werken is haar favoriete bezigheid, niet? Van u wel, Xavier. Ja, Paul, je mag natuurlijk nergens in overdrijven. Ja. Ah, Dienstje, geef me nog eens een pintje. Ja. Kaat. Dienstje, geef mij een vieuke. Wat is, mannen? Nog geen verhuiswagen besteld? Ja, Fernand, laat je verhuizen. Maar dat is goed nieuws, hè. Ja. We zou beter een beetje vriendelijker zijn tegen uw huisbaas, hè? Want voordat je het weet, staat je op straat. Niet waar, madame Pascal? Zeg, Fernand, als je nu naar hier bent gekomen om een beetje met mij te lachen, hè, dan kun je het beter aftrappen. Maar ik ben niet naar hier gekomen om met u te lachen. Ik vind dat heel erg, hè. Voor u allemaal, hè. Zeg, Pascal, zo'n vaart zal dat toch niet lopen, zeg. Nee, maar het is toch niet omdat je interieur verandert dat ineens de klanten gaan wegblijven. Oei. Ik zie dat jullie nog niet alles weten. Jawel, dat ons maat buiten vliegt, dat weten wij al. Ja, en ik ook. Ja. Zeg, mannetjes, als het er echt op aankomt, hè, dan laat Boma dan nooit zo ver komen. Boma? Daar zou ik niet te veel op rekenen. Trouwens, wat gaat je hier nog kunnen komen doen, hè? Als de kampioenen worden opgedoekt. Oh, dat blieft. Oei, zeg, ik wist het dat jullie dat ook niet wisten. Ja, juffrouw Kimberly die gaat toch wel een speeltuin maken van het voetbalveld. Zeg. Met de toestemming van meneer Boma, hè? Dat kan niet. Zeg, dat mogen we niet laten gebeuren. Hè? Toch een sympathiek meisje, hè, Paul? Kom, we moeten iets doen. Ja. Wel, ik ga met meneer Boma praten, zeg. Paul, liefde is blind. Ja, maar misschien niet doof. Zeg, Paul. En als dat niet helpt? Dan gooi ik mij desnoods in haar armen. Ja. Die griet die vrijt toch elke vent op. En, hey, dan zullen meneer Boma zijn ogen wel open gaan, zeg. En wat gaat Doortje daarvan zeggen? Pieke, het is wel voor een goeie zaak, hè. Ja. Fernand, jij gaat uw mond houden, hè. Tje, Paul, je kent me toch zeker? Ah, ja. Hé, hoor, hè.
zien en... Voilà, ze, zwijgen. Ik heb toch niks gezegd? Nee, Fernand. Maar toch bedankt. Ja, nogthans... Madame Boma in spe ben ik toevallig in het bezit geraakt van gevoelige informatie. En ja? Ja? En iets dat mij kan interesseren? Inderdaad, iets wat in uw positie wel eens van de allergrootste importantie zou kunnen zijn. Huh? Van het allergrootste belang. Ja, 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 ik weet wel wat dat wil zeggen. Ik ben blond, maar ik ben niet dom. Nee, 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 natuurlijk niet. Wat houdt die informatie in? Ja, maar zijt je nu echt niet geïnteresseerd in die glijbaan? In die oude brol? Die Ferna, als ik daar kindjes op laat spelen, dan heb ik toch zobiet een hoop processen aan mijn been. Ja, dat is waar. Je hebt gelijk. Ja, eigenlijk is dat alleen nog goed voor het stort, hè? Ja, kom aan. Wat heb je te zeggen? Zeggen? Ja, maar eigenlijk zou ik dat niet mogen zeggen. Maar ja... Als goede gebeur ben ik natuurlijk moreel verplicht, hè. Maar ja, langs de andere kant denk ik dan weer mijn geweten ten aanzien van mijn vrienden, de kampioenen. Wat moet het kosten, Fernand? Kijk, die wereld, hè, juffrouw Kimberly. Je weet dat ik nog altijd bereid ben om de helft van dat voetbalveld te... Dat komt in orde, Fernand. Voilà. Ik luister. Paul gaat proberen... Balthazar ervan te overtuigen dat jij een bedriegster bent. Ja. Dan zal hij vroeger moeten opstaan. Ja, dan zal hem zijn wekker moeten zetten. Grappig. Ja. Goed. Witte Fernand, als jij nu eens die glijbaan helemaal herstelt en daar zo een nieuw laagje verf aan geeft. Ja, maar zou het je dan voor geïnteresseerd zijn? Dat misschien wel, ja. En dan moet jij die in mijn speeltuin komen zetten. Ah, wel, dat is afgesproken. Ja, ja. Maar wat mag dat dan kosten? Want... Kosten? Ja. Allee, Fernand, zijn jij zot? Je hebt zelf gezegd dat die glijbaan goed is voor het stort. Dan ga jij toch geen geld meer voor vragen? Ja, maar ik moet ook... Het is toch waar, verreke? Ja, dat is waar, Kimberlieke. Ja, dat is waar, hè. Is... Maar nee, papa. En u desillusioneert mij verschrikkelijk, hè. Voorzitter, ik ben wel niet alleen die dat denkt, hè. Je bent allemaal jaloers op mij. Nee, integendeel. Het is juist omdat wij het goed met u menen, dat wij u willen beschermen. Ik ben geen bleuker meer, hè. Ik heb bescherming genoeg, hoor. Wat moet je hebben? Framboise, banane, of fluo. Pas op, allemaal extra lachs, hè. Ja, dat bedoel ik toch niet, zeg. Voorzitter, Kimberly is op uw geld uit, ja? Ja, maar ziet je dat dan niet? En in café? Hm? Die zit er constant met alle mannen te flirten, hè? Ah ja? Ja. Oh, dat zal wel. Maar... Dat stinkt voor wishing van u. Die Kimberly, die interesseert ons toch niet. Ah, wel, santé. Schoon vrede, zei je. En Doortje heeft gelijk, hè, Popol. Ga jij dan je ziel verkopen voor dat stukje voetbalveld? Nee, ik zit met u in, voorzitter. Zeg, dat veld. Oh, dat is nu het minste van mijn zorgen. Maar ik kon het u graag zeggen wat u gedaan bij Schotten, hè. Ik ga daar een carousel op zetten. Dat meent je niet, hè? Ja, zijn maar gerust. En als je nu ophoudt met zeveren, dan mocht je misschien nog minivoetbal spelen op de Overschot. Hé, hey, kom. Als ik u nu eens kan bewijzen dat ik gelijk heb. Hoe dat? Nou, geef mij eens 5 minuten met haar alleen. Ja, ja, we zullen wel zien. Vang, papa, mijn getrek. Ja, ik kom, kom. Hé, bidden. D'accord, hè. Huh? Maar papolleke, als ik win, dan kun je dat clubje voorgoed vergeten. En dan kan Doortje gaan wegzoeken op een ander kopri. Wie, wie? Oh, nee, nee, Sjoeke, nee, dat is niet waar. Dat is wel juist. Wil je het weer beter weten, ja? Of wil je zeggen que je parle pas mal de francophone? Non, non, ma chérie. Ma chérie. Mon chérie, mon chérie. Allee. En dat... Oh, leuk, Xavier, hoe durfde? Dat zou je toch al moeten weten, hè? Wat? Chou-fleur. Ah, wel ja, dat is de bloemkool. Bloemkool? Ja. Oh, bloemkool, dat is... Dat is... In ieder geval geen chauffeur. Oeh. Nee, een chauffeur, dat zit in een bakje onder theater. In het geval dat ik een tekst...
Maar dat is een souffleur zoeken. Begin je weer te fieten, ja? Allee, opnieuw, vooruit. En je gaat niet naar bed voordat je het allemaal kent, hè? Voilà. Ja, Sjoke. À la manière de Carmen. Oui, Sjoke. Bon. Jan, Jan. Jij wacht boven, ja? Terwijl ik hier dan... je zult wel zien dat ik gelijk heb, hè? Maar Paul, uw plan is gesprongen bij gedachten. Ja. Zorg maar dat straks u stoppen is springen. Ja, maar als je zult zien wie uw verloofde werkelijk is. Allee, kom. Ja, hey, je zult wel zien, ze, dat ik gelijk heb. Ja? Ja, zeker. Ja, zeker. Allee, kom. Allee. Oh, kom. Ja, hoe lang duurt dat zoeken eigenlijk? Ja, ze zal er gaan zijn, weet ik dat ook. Zit er. Oh. Duimen, hè. Paul, goedemorgen. Hallo, Kimmy. Wacht jij ook op Bali? Ja, maar ik heb tijd. Het uitzicht bevalt mij. Charmeer. Goed, ik ga me gaan douchen. Jij trekt je plan wel zeker? Oeh, jij wilt met mij douchen? Wat zeg jij nu, Paul? Nee. Zorg maar dat Doortje dan niet hoort. Wat niet weet, niet deert, hè? Daar weet jij alles van. Ik kan niet volgen. Kom aan. Grijp nu maar uw kans, hè? Ja. Ja, maar we zijn hier alleen, hè? Paul, wilt je me nu doorlaten? Ik weet wel. Jij wilt mij kussen, hè? Ik weet dat wel. Kom hier, doe maar. Paul, laat me los! Laat me los, Paul! Paul! Geef nu maar toe, hè, dat je alleen maar op Boba zijn geld uit bent. Maar Paul, wat bazelt jij nu allemaal? Ah, je doet mij zeer! Je doet mij zeer! Ah! Ah! Oh, Polly! Kimmieke, wat gebeurt er hier? Ah! Oh. Paul is helemaal zot geworden. Hij wilde mij aanranden. Dat is niet waar. Ik wilde gewoon... Nee. Ja, Paul, dat had ik nu niet van u verwacht. Hè. Allee, voorzitter. Ex-voorzitter. Is gedaan met de kampioenen, hoor. Ik die dacht dat je mijn vrienden waard. Allee, voorzitter. Ja, meneer Boma. En dat ben ook. En je mag blij zijn dat ik het niet aan Doortje vertel, hè. Judas! Voilà. Opgeruimd staat netjes. Hoe is het mogelijk, hè? Om je zo te verlagen voor een vrouw. Ja. Dat verstaat je niet, hè? Dus jij hebt dan mensen proberen te verleiden, als ik het goed versta? Ja. Wat dan? Ja, mijn doel was dan gewoon om meneer Boma zijn ogen te openen, hè, Doortje? Ja, Paul, maar nu is hij compleet verkocht. Ja, en daar snap ik nu eens niks van, hè? Ja. Nee, het was precies of zij wist ervan. Ja? Ja. Wat is... Fernand! Ja? Fernand? Maar zelfs als hij me niet had verwittigd, was ik er toch niet in gelopen. Dat zal wel. Hé! Mij niet beledigen, hè, tante Nonneke. Ik heb aan voor eerder vuren gestaan dan uw boerenpummel. Ja, aan Balthazar heb je anders een gemakkelijk slachtoffer, hè, serpent. Ja. Maar maakt u maar geen illusies, hè. Zelfs Boma zijn ogen moeten ooit opengaan. Ja. Dan zal hij toch grap moeten zijn. Volgende week trouwen wij. Dat mag niet. Oh, en wie gaat er mij tegenhouden? Nee, dat kan niet. Zelfs Balthazar krijgt jij niet zo zot. Zeg, Boma. Ik krijg alles van eender welke man gedaan. Je kunt ze allemaal rot mijn vinger. Oh ja? Bij mij pakt het in ieder geval niet, hoor. Ik kan het over mannen volgen. Niet over mossels. Oh. En dan nu speciaal voor mijn goede vriendin, Kimmy. Whole & Oats met Man Eater. Dat is net zoals dat kieken van u. Eén complimentje over zijn radio en hij is biet verkocht. Mijn Mark. Ha, nooit van zijn leven.
Ah, nee? Schatteke, de eerste man die niet voor mij valt, die moet nog geboren worden. Ook uw wissel. Schatteke, vergeet het. Mijn Mark is immuun voor vrouwen strijken. Spijtig genoeg. Droom maar verder, schatteke. Maar je moet niet verschieten als je Marke straks naar huis komt met een zuigplekje kunnen zijn. Oeh, ik ben er gerust in. We zullen zien, hè? Ik zei, ik ben er gerust in. Pieke, als Markske nu ineens een rolkraag draagt, zou ik dat toch maar even controleren. Ma! De Mark heeft geen pul met een rolkraag. Het is weer vandaag. De kieker heeft weer zijn microladen openstaan. Wat gaat er? Chill you up! Oh, here she comes. She's a man-eater. Oh, here she comes. Watch out, boy. Dag, Markske. Ah, en Kimmy? Kom jij ook een verzoekje doen? Een heel speciaal zelf, Markske. Ha? Amai, dat kietelt. Jij ruikt lekker. Ja, hè. Zo'n lichtzeep. Maar hé, wat doet jij nu? Ik kus u. Dat kan toch niet? Jij weet toch dat Bieke mijn lief is? Ja. Ja, en meneer Boma, dat is toch uw lief? Het enige wat mij aan die sausissenmorrel interesseert, dat zijn centjes en Markske. Ja, maar... Is er wel een keer wat beter dan die zeet van die Markske? Radio, hallo. De stem van uw streek. Kieke. Ah, meneer Boma. Oh, ja, bedankt voor het bellen, meneer Boma. Ja, dank u. Het was u, meneer Bally. De microfoon stond nog open. Ik heb het gezegd, hè, dat mijn Mark niet te verleiden valt. Volhouden, Bieke, de aanhouder wint. Ja. Ik ben toch wel content dat ik mag blijven. Hè? Ja. Pascalke. Ja, ik hoor precies iets. Pascalke, kun je mij vergeven? Hè? Want nu heb ik stom gedaan, hoor. Wanneer niet? Ik weet het niet, Bally. Kijk, ik ben weer slachtoffer van mijn geld, hè. Allee, tournees en al. Zo gemakkelijk komt je er niet vanaf, hè, voorzitter? Twee tournees. Of drie. Allee, de hele avond op mijn kosten, kom. Een heel week en we spreken er niet meer over. Oh, d'accord. Allee, Kaat, laat uw kraan maar lopen. Hè. Ik kom juist op tijd, hoor ik. Iets te vieren, meneer Boma? Ah, ja, jij ook precies. Ja, Carmen. Eerst, deze hangar hier. Dat is binnenkort mijn eigendom. Hè. Ik heb juist het contract getekend. Oh, ja. En waar gaat je dat zetten, Fernand? Gaat je jouw kot daar afbreken? Ja. Afbreken? Nee. Ik ga uitbreiden, hè. Nee, deze hangar die komt op mijn helft van het voetbalveld, hè, meneer Boma. Uw helft? Jij flipt over daar, jongen. Hoe dat? Ik verkoop dat veld niet, hoor. Maar, ik heb toch een overeenkomst, hè? Met wie? Met wie? Met mevrouw Kimberly. U aanstaande. Ik weet van niks. Mevrouw Kimberly is niet met wie. Dat veld is niet van haar, hè? Ik heb haar al een voorschot betaald. Zeg, 3000 euro, hè? Al wat je voorschot hebt gekwijt. Zeg, voor dat geld had ik een heel nieuw duivenkot kunnen laten zetten. Ja, met centrale verwarming. Ja, of voor onze nieuwe tribune. Ja. En nieuwe goals. Ja. Man, een miserie. Ja.
Hey. Ja. Xavier, wat is er, jong? We horen u niet. Zit je niet goed? En wat is dat? Koffie. Precies goed ziek. Hij is gestraft. Oh, heeft hem iets misdaan? Hij is gebuisd voor zijn tweetaligheid-examen. Ja, omdat jij mij in de warmte gebracht, ja. Tuut, geen uitvluchten. En wat hadden wij afgesproken? Dat je alleen nog Frans spreekt tegen mij om te oefenen voor je examen voor volgend jaar. Oui, ma chérie. Nee, Xavier, mon chérie. Kevin, in dit geval is het ma chérie. Bolleke, zeg, alsjeblieft. Mon chérie.